Holland. I'm from Holland. Holland. Goedemorgen. Het is nu ongeveer 9 uur. We gaan nu even ontbijten en daarna is het weer tijd voor een verplaatsing. We gaan van Pi naar Magwe met de bus. Het ziet er weer stevig uit. Dit lijkt wel pindasoep. Wat? Chinese peer. Zo is goed dit over, hè? Worden we geronseld om in hun bus te komen. Als het goed is hebben wij al een reservering staan. En nu gaan we voor het echte de bus in. Zo, trio, dat gaat niet volhouden hoor. Wat ga je dan doen? Lopen? Kun je niet lezen dan, Ed? Nee, ik weet het niet. Is dit nou mannen of is dit nou vrouwen? Gelukkig hoef ik alleen maar number one. Ik zag zeker 5 kamere windjes tijdens het plassen. Je kleurt trouwens heel mooi bij de setting. Mijn stelling is, als het niet gewokt wordt, dan beter niet eten. Dus we gaan hier alleen maar even thee drinken. Dan is die al. Jezus. Hey, hallo. How are you? Wat eet je daar? Waar we net waren is, dat is niet zo goed eten. Daar krijg ik een buikpijn van. Ja, papa. Dat was even een pittig ritje, zeg. Voor? 1, 2, 3, 4. Oh, hier are we dan? Ja, dus zwaar onderhandeld. Mama, Spartaans uit, maar minder Spartaans dan ik had verwacht. Dus voor 1 nacht denk ik dat we hier wel kunnen verblijven. Nou, dat is het. 3 bedden. Een kast. Een rijkelijk gevulde minibar. Hij is leeg. Dat is de grap. Spiegel. Ik zie vooral veel muren. En een badkamer. Maar. Just for the night. Hier is een natuurlijke airco, zie je dat? Het is open. Vrouw, wat ben je aan het doen? Ja, onze volgende overnachtingsplek en de volgende plek hebben we geboekt bij Airbnb. Ons hotel nu heeft geen wifi, maar we hadden gelezen ergens dat er op de bovenste verdieping van een of andere shoppingmall een free wifi zone was. En daar ben ik dus nu even gebruik van het maken om de laatste details met die mensen af te spreken.
Wat gaan we nu weer eten? Wat hebben jullie? Partij. Elora? Geen idee, maar tenminste noodles. Noodles met het weer vandaag. Vandaag voor de verandering de hele dag zon. Dat was het weer, of dat was het weer. Zo is het maar net.